Je wint hier de triathlon in Maassen. Mm-hmm. Hoe ging de wedstrijd voor jou? Ja, eigenlijk wel supergoed. Het is ideaal triathlon weer vandaag. Beetje fris in de ochtend. Watertemperatuur 20 graden of zoiets. Prima met wetsuit. Zwemmen ging erg goed. Ik kon met wat van de trio's, wat goede zwemmers van de trio's meezwemmen. Dus ik denk dat ik al meteen als eerste dame ook uit het water kwam. En ja, dan ben je natuurlijk, ik ben niet meer de snelste fietser. Dus dan kijk je van, ja, ik doe maar gewoon mijn best en kijk of er niemand voorbij komt. Ik heb niemand gezien. Ja, met lopen ben ik ook niet meer supersnel dan dat ik geweest was. Maar ja, ook daar kon de jonge garde me niet voorbij. Dus ik ben heel tevreden met deze wedstrijd en deze overwinning. En ja. Van de hele wedstrijd heb je op kop geleken dan? Ja. Is het dan lastig om dat tempo zo hoog vol te houden? Ja, dus ik was wel blij met een paar van die trio's die dan voorbij komen. Dat je toch weet van oké, ik zit nog goed in het tempo. En ja, met lopen ook. Het was dan een beetje een eenzame wedstrijd. Dus je kijkt maar een beetje op je horloge. Nou, de snelheid is nog steeds goed. En het was ook, ik ben een tijdje geblesseerd geweest. Dus het was eigenlijk weer de eerste wedstrijd dat ik een beetje echt tempo kon lopen. Dus daar was ik echt heel blij mee. Had je verwacht dat je hier zou kunnen winnen? Nou, eigenlijk niet. Ik ben 61 jaar en dan denk ik van ja, dat doen zoveel jonge vrouwen mee. Dus dan verwacht ik echt wel dat de jeugd me pakt met... Ik zwem nog steeds heel goed. Dus ik had wel verwacht dat ik dan vooraan zou liggen. Maar ik had wel verwacht dat de jeugd me voorbij zou komen met of met fietsen of zeker met lopen. Dus ik was echt heel verrast en blij. En wat vond je van het parcours hier? Ja, ik heb dit jaar, 2 jaar geleden deed ik mee. Toen had ik nog wat last van de krantenophaalders. Dat er ergens zo'n vrachtwagen natuurlijk, en dat was vandaag ook zo, maar ik heb geen auto gezien. Ik heb geen last gehad van verkeer of wat ook. En ik vind het een heel leuk parcours. En de wind stelde niks voor, dus je kon overal echt hard fietsen. Ja, het looprondje vind ik fantastisch. Ja, echt heel mooi.